Lena, voor de break vertelde je dat je heel ongelukkig was met je Brazilian butt lift. Waarom? De laatste behandeling die ik heb laten doen was door een arts die nogal mijn lichaam heeft verminkt. En ja, ja ik sta ook niet meer achter grote billen. En, ja, en verminkt, ook... het eindresultaat is niet mooi geworden. Het is niet wat jij wilde dat het zou worden. Nee, maar het is ook gewoon... Ja, ik heb ervoor betaald en ik heb eigenlijk niet gekregen wat ik wilde. Kijk, tuurlijk, je kan hele grote wensen hebben. Maar het simpele was gewoon, haal het vet weg. En ik heb nog steeds vet in mijn lichaam. Dus ja, daar ging iets mis in. En ben je daar ongelukkig over? Niet per se doodsongelukkig, maar ik vind het wel zonde dat ik er überhaupt ooit aan ben begonnen. Als ik het terug kon draaien, had ik het ook nooit gedaan. Überhaupt niet, de eerste überhaupt operatie niet. Nee. Ook niet. Nee. Je doet dit seizoen mee aan het programma Echte Meisje in de Jungle. En daar zien we dan een wat lijkt op een rechtstreeks gevolg eigenlijk van die operatie. Even kijken. Gaat het goed? Gaat het, Leen? Ja. Kom, moet ik je helpen? Ah! Oh, mijn god, nee, doe normaal. Wat doe je? Nee, wat doe jij? Lena? Lena! Stop het! Oh, wat is dit nou? Ik denk dat ik een evenwichtstoornis heb of zo. Want het wordt niet zo goed verdeeld. En met mijn grote kont gaat het toch echt elke keer weer mis. Wacht, wacht. Dan val je weer. Zie, jij bent de... Wat doe je nou allemaal? Lena! Arme lief. Ik weet het. Echt erg. Komt het daardoor? Is het echt minder... Is het uit evenwicht? Nee, het is een van de factoren die meespelen, maar... Het is wel een heftige gevolg. Ja, nee, maar het komt ook wel voornamelijk door mijn B12-tekort. Je spieren verzwakken daardoor. En ja, ik zak heel vaak door mijn benen, dus... Dus dat staat er nog los van. Maar het heeft dus wel effect überhaupt gewoon op hoe je beweegt. Ja, ja, ook met traplopen. Mijn moeder duwt me soms wel eens zo omhoog, zodat ik makkelijker kan lopen. Dus, ja. Jeetje. Hoe oud ben jij? Ik ben 23 jaar. Oh, jeetje. Ja, kun je überhaupt nog wat doen met je lijf? Met sporten of met zeker bewegen? Ja. Of, ik ben lang nog niet een meer trainer of doe je nog iets daaraan? Ja, ik heb een tijdje gekickboxd. Gebokst en personal trainer gehad. Alleen mijn lichaam is niet meer zoals het voorheen was. Het is ook niet meer lenig. Mijn bouw is ook echt heel erg veranderd. En, allemaal door die operatie? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Maar je had je wel ingelezen, zei je. Dus had je wel ook verhalen gelezen dat je van anderen hoorden die dit ook hadden, waarbij het dan niet heel goed was gegaan? Eigenlijk niet. Ik had niet verhalen gehoord van meiden die een behandeling hebben gedaan die uiteindelijk breder zijn geworden of groter, zeg maar, qua bouw. Mijn lichaam was... Ik was vrij petit een paar jaar geleden. Dus ik had ook nooit verwacht dat mijn lichaam zo zou zijn, ja, zoals ik nu ben. Je had eigenlijk geen slechte verhalen gelezen? Nee, van tevoren niet echt. Over mensen, nee, die niet tevreden waren met de afloop. Ja, ik hoor wel verhalen van, na één ronde is het niet genoeg. Want die meiden willen alsmaar groter en groter, ja, en groter. Want op een gegeven moment raak je blind. En dan zie je niet meer hoe groot je willen zijn. Had iemand je er vanaf kunnen praten, Lena? Had iemand destijds, toen je zo dat zag op Insta en dacht ik wil het, had iemand tegen je kunnen zeggen, doe het in godsnaam niet. Had je dan geluisterd? Nee, denk het niet.